Komend weekend organiseert de Nederlandse Aikido Federatie een groot festival over de sport. De Japanse Aikido-meester komt naar Nederland om het evenement te leiden. Honderden kinderen kunnen op Sportpark Papendal kennis maken met de verdedigingssport, die ook in Nijmegen beoefend wordt. Bij Aikido Nijmegen wordt reikhalzend uitgekeken naar het festival. Het is een krijgskunst voor jong en oud. En waarom is het voor jong en oud? Omdat we niet bezig zijn om een conflict op te zoeken en daar vol in te gaan om dat op te lossen. Maar we gebruiken juist de kracht van de tegenstander. Dus met meebewegen, met op het juiste moment op de juiste plaats te staan, proberen we zo'n aanval in het niet te laten verdwijnen. En we laten iemand dan vallen, gecontroleerd naar de mat, of we eindigen in een klem. En op die manier los je het conflict op zonder daar zelf heel veel agressie aan toe te voegen. Ik doe Aikido nu 6 jaar en toen ik zes was ben ik begonnen, net iets voor december, dus eind november ergens. Toen ik 6 was ben ik begonnen en ik doe dit met veel liefde en plezier. We hebben ondertussen 3 locaties, dus met Aikido hier in Nijmegen en omgeving gaat het ook goed. We zitten hier in Nijmegen, in Druten, in de Waalsprong. En overal zien we dat mensen geïnteresseerd zijn om een sport te leren die tussen de agressie en passiviteit in staat. En daarmee hebben we als Aikido een mooi antwoord, denk ik. Nou, komend weekend hebben we een Aikido festival. Dat is in die zin een impuls voor Aikido, voor jeugd, wat een Aikido doet. We verwachten 350 kinderen en om die te volgen, om die op te leiden, om een talententraject te starten met die kinderen, verwachten dat het een enorme boost is voor Aikido. Uiteindelijk is de toekomst niet meer bij de mensen van mijn generatie, maar bij de kinderen die achter mij staan. En die moeten een stokje over gaan nemen op een gegeven moment. En als je dan een evenement organiseert met een Japanse leraar die speciaal voor de jeugd naar Nederland komt, dan is dat denk ik het meest mooie wat je kunt betekenen voor Aikido. En daarnaast gaan we ook demonstraties zien. Dus het wordt een visueel spektakel van 8 talententeams uit heel Europa. Die laten het beste wat ze in zich hebben laten zien. Maar daarnaast hebben we ook een hele grote open les. Die is voor alle jeugd. En daar kunnen kinderen die ooit Aikido gedaan hebben, die nou bezig zijn met Aikido, die zijn daar van harte welkom. Aikido maakt het zo leuk dat je jezelf kan verdedigen zonder de ander echt compleet uit te schakelen of de ander echt heel veel pijn te hoeven te doen. Wat Aikido zo leuk maakt is dat ook al train je het vol lengteverschil en leeftijdsverschil, je haalt elkaar toch gewoon fatsoenlijk naar beneden. Ook al is iemand bijvoorbeeld van 1,30 meter of zo en 1,70 meter of zo. Eigenlijk willen we het publiek zondag gaan laten zien wat je allemaal kan met Aikido. En met name wat Aikido is.